Ik vond het hartstikke leuk. Corrie, voordat wij ons onherroepelijke draaiorgelduet zingen, heb ik een paar vragen aan jou. Ik wou dat je kort antwoordde, want Fantastico is bijna afgelopen. Waarom mocht het niet lang duren? Ja, de tijd vliegt. Wat is voor jou het toppunt van geluk? Een zomerdag in Nederland. Oh ja, vind je daar zo bijzonder aan? Rozen die bloeien. Oh, wat romantisch. Wat is romantiek voor jou? Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Stel nou de liefde gaat over. Wat denk je dan? Wat zeg je dan? Adios, amor. Verder niks? Huilen is voor jou te laat. Ja, zou een leuke titel voor een liedje zijn trouwens. Wat is jouw publiek? Voor wie zing je nou eigenlijk? Alle vrouwen van de wereld. En je moedertje? Ik hou van het leven. Iedere dag? Niet te geloven. Het is allemaal gelogen. Ja, daar was ik al bang voor. Ik vind het eigenlijk wel een raar gesprekje, vind je? Heel raar gesprekje. Laat me gauw gaan zingen, dames en heren. Corrie Konings. Tot zo. Iedereen weet het, het leven is jachtig. Hier om 9:30 zijn en daarom 10:30. Afspraken maken, gehaast, zenuwachtig. Niks aan te doen, want dat willen we zelf. Kijk om je heen en zie iedereen zwoegen. Nergens meer oog voor, het is altijd te druk. Nauwelijks tijd voor een simpel genoeg. Of zomaar wat gratis geluk. Maar als de draaiorgel speelt, komt er kleur in het leven. De frons wordt een glimlach, het lopen wordt zweven. De somberheid wordt een momentje verdreven. Al is het maar even, al duurt het maar kort. Een draaiorgellied maakt dat zelfs als het giet, het leven toch even wat zonniger hoort. Iedere dag, je bent amper goed wakker. Gauw een kop koffie, je holt alweer rond. Snel naar de slager en vlug naar de bakker. En dan nog gauw even uit met de hond. Hup in de auto en hop in de file. Rap naar je werk en meteen aan de slag. Toch zijn en blijven we arme slemielen. Zonder een glimlach per dag. Maar als het draaiorgel speelt, komt er kleur in het leven. De frons wordt een glimlach, het lopen wordt zweven. De somberheid wordt een momentje verdreven. Al is het maar even, al duurt het maar kort. Een draaiorgellied maakt dat zelfs als het giet, het leven toch even wat zonniger wordt. Dit is voor dank jou. Dank u wel, mevrouw Beuringen. En dit is voor jou. Oh, wat leuk, dankjewel. Zeg, wat is dat toch een enige meid? Ja, hè? Ja, ik vind het werkelijk. Zeg, kijk, een handtekening van je. Mevrouw van Beuningen, ja. Straks, want ik ga eerst even afscheid nemen. Ja, maar ik moet ook dadelijk weg, want Loekie moet naar buiten. Oh, nou, ik neem in ieder geval even afscheid. Toch maar eventjes, hè? Dames en heren, ik neem, voordat ik afscheid van u neem, nog eventjes alle namen door, zal ik maar zeggen, die ik wil bedanken voor deze fantastische eerste Fantastico-uitzending. En dat is bijvoorbeeld het Fantastico Ballet. Het Fantastico Orkest onder leiding van Koos Mark. Vida Latin Formation. De Nederlandse schoonheidskoninginnen. De Nederlandse reservekoningin. En de koningin van het Nederlandse lied, Corrie Konings. Het Weesper Mannenkoor, T.
Tambourine, de gebroeders Muren, Aisha, de bloemenmeisjes, de orgeldraaiers, Lesbab en natuurlijk mevrouw van Beuningen en Loekie. Ik hoop dat we elkaar volgende week weer zien bij Fantastico. Tot dan. Oh ja, nog even dit voor je horen. Ik sta met pech en appelschaar, dus ik stap uit en kijk de olieleiding na.